terug bij een nieuwe lange video. Lange video 21 alweer. Willy en ik gaan iets doen wat we nog nooit gedaan hebben. Nou, we hebben het al we doen het altijd. Maar nog nooit op YouTube gezet. Wat gaan we doen, Willy, vandaag? Naar de kermis. Ja, we gaan naar de kermis. Er is namelijk een kermis in Zoetermeer. Alleen één ding. Ga niet naar deze kermis toe. Want we zijn er vanmorgen al geweest om even te kijken hoe het eruit zag. 3,50 per persoon voor een ritje. Stel, wij willen met z'n tweeën bijvoorbeeld in de breakdance zijn we gewoon 7 euro lichter. Nou, daar kun je letterlijk een hele dagkaart van kopen bij HTM. Dus ga niet naar deze kermis toe. Doe dit niet na. Gas op dat hok. Op naar de kermis. Eén ding, wij verwachten dat het een rustige kermis is. Want ja, wie gaat er nou 3,50 per persoon betalen voor een attractie? Nou, wij in ieder geval. Er staat zelfs een slingshot op deze kermis. Ik wil er heel graag in, maar ik zit toch te twijfelen, zal ik het doen? Voordat ik dood ga. En dan was het einde van ons YouTube kanaal. En dan zien jullie me nooit meer terug. Tot de volgende video. Doei! Nou, ik dacht, doe dit niet na. Nou, doe dit blijkbaar wel na. Kijk, allemaal bakken met allemaal kermispakwagens. Met iedereen die hier gekomen is. Nou, lekker druk. Kermis is lekker druk, Willy. Yes. Nou, daar zijn we. Het is alleen echt super druk, dus de eerste klus is om even over deze weg te komen. Oh, daar zijn we nu. Nou, we gaan dus vandaag naar de kermis. 3,50 pp voor een attractie, dus duur. Dus doe dit niet na. Ga niet naar deze kermis toe. Ja, waarom doen wij het dan? Omdat het leuk is. Dit was de video. Niet zo'n hele lange video, maar alsnog wel lang genoeg natuurlijk. Duur man die kermis. Ik zou zeggen, ken het niet even wat goedkoper met die zooi.
Dus ja. Het voorjaarskermis is wel wat goedkoper gelukkig. Dus heel misschien dat we nog wel een keer naar de voorjaarskermis gaan. Het enige wat nog een beetje goedkoop was, was die Volcano Power waar ik in zat. Dat was tenminste nog de enige attractie voor 3 euro. De rest was allemaal 3,50 en die slingshot 10 euro per persoon. We waren hier misschien een half uur en dat half uur is er niemand in geweest. Dus ja, we hebben in ieder geval... Nou, ik heb 1 attractie kunnen doen. Voor nu zeg ik tot de volgende video. Doei!